Arion, waar zitten we eigenlijk nou? Ja, we zitten bij mij thuis. Hé, en we zitten bij jou thuis. Ja. En we tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Ja, ik heb alvast één punt opgegeten. Want ja, je weet het tegenwoordig nooit met al die schorsingen. Het zou best kunnen zijn dat je daar een keer een punt in mindering krijgt. Zit je nou gewoon één van je 10 punten op te eten? Ja. De 10 punten van Duno en eentje... Nou ja. Ja, ja, goed. Maar goed, dan kunnen we altijd wel weer herstellen natuurlijk. Ja, hey, goedenavond, we zitten bij jou thuis. Dat is weer eens wat anders. Ja. Na een goede oefenwedstrijd tegen Sef. Ja. En we kunnen je feliciteren, je hebt een nieuwe spits ontdekt. Vertel eens even. Ik heb geen nieuwe spits ontdekt. Wij wisten dat Wesley Spaans aardig kon voetballen. En hij is al die tijd geblesseerd geweest. Meniscusblessure gehad. En hij heeft daar toch wel een week of 6-7 over gedaan. Qua revalidatie. De hele voorbereiding is hij bezig geweest met revalideren. En ja, de afgelopen weken was hij weer in ieder geval speelklaar. Hij heeft een tweede wat wedstrijdritme opgedaan. Met als hoogtepunt een oefenwedstrijd tegen Quicksteps zaterdag. En daar een paar goals gemaakt. En toen heb ik hem overgeheveld naar de A-selectie. Naar het eerste elftal. Maar ja, dat hij dan 6 goals maakt in 2 wedstrijden, dat had ik niet voorzien. Maar dat vond ik wel een exceptioneel aantal. Wat zegt dat? Of wat kun je daarmee? Wat hou je er dan over? Nou, ik hoop dat hij dat een klein beetje vol blijft houden. Want dan gaat ons scorend vermogen in ieder geval goed omhoog. En we waren natuurlijk het verleden, als ik eerlijk moet zijn, erg afhankelijk van Matthijs van der Bos. Nou ja, die is het hele seizoen nog niet fit geweest. Die gaat nu op wereldreis. Dus dan is dit natuurlijk een uitstekende vervanger. Ja, en als trainer in de tweede klasse C heb je wel een beetje succes nodig. Hè? Ik bedoel, de trainer van Naaldwijk is ontslagen. De trainer van Nooddorp, John Karels, is ook weg. Ja. Het is een levensgevaarlijke poel. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat dacht ik van de week nog aan. Want ik, in die dingen ben ik altijd eerlijk. Ik heb het met DSO was meegemaakt dat in mijn tweede jaar in de tweede klas dat het heel erg slecht ging. En toen verloren we heel wat wedstrijdjes op rij. En hebben we alleen de na-competitie alsnog gewonnen, zodat we wel in de tweede klas blijven. Maar ik denk niet dat het bij Duno zo'n vaart zou lopen. Maar je hebt gelijk, nog 2 nederlagen en dan gaan de kritiekasters beginnen. Maak je daar druk om? Nee. Ik heb het doorlopen het contract, dus ik vind het geen probleem. Nee, gekheid. Nee, maar daar maak ik me niet van. Ik geloof niet dat het gebeurt. Karel had trouwens ook het doorlopend contract. Ja, die had het contract voor het leven. Dus ja. Dat is nog. Die zou waarschijnlijk nu een eigen huis kopen met een eigen benzinepomp erop en zo. Dus dat is natuurlijk een ander verhaal. Overigens, je speelt zaterdag uitgerekend de ploeg waar Karel zijn trainer was. Ja. Dat is altijd listig natuurlijk, hè? Zo'n trainer zo. Hè? Ja, daar ben ik op zich natuurlijk zogenaamd niet blij mee. Omdat natuurlijk altijd, ze proberen natuurlijk ook een schokeffect teweeg te brengen in Nooddorp. Aan de andere kant hoor je toch ook wel andere verhalen nu loskomen. Dat men er toch niet helemaal achter staat wat er gebeurd is. Dus het zal toch zeker niet zo zijn dat het alleen aan Sean Karelsen ligt dat ze niet goed spelen. Vorig jaar ging het natuurlijk ook niet goed. Dus dat is toch een stukje kwaliteit wat je op dat moment misschien niet hebt, eventueel. Maar een ploeg wat net zonder trainer is komen te staan, wil zich toch op een of andere manier revancheren op de slechte resultaten die ze gehad hebben daarvoor. Dus het blijft natuurlijk toch een hele scherpe en gevaarlijke ploeg dan. Laten we het over Duno hebben. Hoe staat dat ervoor zaterdag? Nou, iets zeg. Wij moeten voor de nederlaagserie tegen Fux spelen. En daar hebben we toch al wat probleempjes. Jeffrey Pronk heeft wat last van zijn knie en een knietje in zijn dijbeen gehad. Roy Heikoop heeft beginnende verschijnselen van hielspoor. Dat is toch een soort ontsteking aan zijn hiel. Michael Toet is door zijn enkel gegaan. En vandaag kwam een vervelend telefoontje dat Jeffrey Eversdijk zich niet helemaal lekker voelde. Wat onderzoeken gehad in het ziekenhuis, zijn bloed nagekeken. Had wat last van zijn maag en wat steek op zijn borst. Dus ik hoop dat in ieder geval wel de goede kant op gaat. Maar die was in ieder geval geschorst. Benjamin van der Zwan is geblesseerd en Matthijs van der Bos geblesseerd. CQ is zijn koffers aan het pakken voor een reisje naar Australië. Dus we missen wel wat mensen. Maar ja, aan de andere kant staan er dan weer mensen op. Jackie Donk is weer blessurevrij. Daar ben ik toch ook wel prettig. In ieder geval is dat goed voor je groep dat hij weer erbij is. Jerry Wensveen is van ziekte weer terug. En natuurlijk Wesley Spaans voorin. Jordi Selda heeft zich weer aangediend. Heeft vorige week meegespeeld tegen Sef. Is ook weer een jongen die op termijn wel weer zijn sporen kan verdienen voor het eerste elftal. Dus de een zijn dood is de ander zijn brood. Het heft elkaar een beetje op. Toch zijn er mensen die veronderstellen dat Duno zaterdag gaat verliezen? Ja, die ken ik. Dat is natuurlijk een heel slordig verhaal. Als natuurlijk eigen bestuursleden daar natuurlijk toch ook nog mee bezig zijn om in de toto dan Duno een minpuntje te geven. Maar misschien heeft hij daar een achterliggende gedachte mee. Dat zou ook nog kunnen.
Maar aan de andere kant, ik vind prima als er mensen zijn die denken dat wij verliezen. Dat is alleen maar voor ons een goed teken om nog scherper naar de wedstrijd toe te leven dan dat we eigenlijk al zouden willen. Doe eens een voorspelling. 3-1. En dan nu? Voor Duno natuurlijk wel. Hè? Ja. Nee. Anders had ik 1-3 gezet. Voor de duidelijkheid. Hey, en nu gaan we die 9 punten die gaan we nu echt opeten. Want ik heb gezien dat het echt de goede punten zijn. Maar jij hebt er eentje op? Ik heb er eentje op. En dan die 9 die gaan we dadelijk verdelen onder de bezoekers van vanavond. Jan Ponsen, Rob van Huizen, mijn vrouw, jij... En waarschijnlijk de rest, dat zijn de 2 honden.